Goedendag, we zitten op vrijdag 4 mei bij het Nederlands kampioenschap jeugdschaken in Assen. Naast me zit Pieter Tromp en Pieter is de toernooidirecteur. Pieter, hoe lang ben je al toernooidirecteur? Nou, ik denk dat het toch al snel 2 tot 3 maanden is geweest. Dus dat is nog niet zo heel erg lang, nee. Oké, dus dit is je eerste toernooi? Ja, ik heb wel een aantal andere toernooien georganiseerd, maar die zijn qua omvang natuurlijk een stuk kleiner, wat bescheidener dan deze. Oké. Wat zijn je ervaringen tot nu toe? Nou, over het algemeen erg positief. Ik vind ook de speellocatie is super. Van der Valk is echt een fantastische gastheer. Eigenlijk alles wat wij vragen, dat wordt direct, gebeurt dat. Waterflessen die gratis beschikbaar zijn. Een bar die open blijft zolang als we dat zelf willen. Elke ruimte is fantastisch. Van de ouders hoor ik ook positieve verhalen over de omgeving. Dus over de gastheer. Een 10 zou ik zeggen. Organisatie vind ik ook fantastisch lopen. Iedereen snapt waar die mee bezig is. Iedereen doet het hartstikke goed. Met name de foto's, hè, die zijn uitmuntend. Zou ik haast willen zeggen. Maar ik vind het fantastisch om met zo'n professionele organisatie te werken. Ja, oké. En wat vind je van het niveau van het spel, vertoonde spel? Ja, ik vind het erg goed. Het valt me wel op, er wordt veel Siciliaans gespeeld. Ik geloof dat 80% van de partijen, dat vind ik enigszins jammer achteraf, dat je in elke variant dezelfde 10 zetten op het bord ziet verschijnen. Ik zou het fijn vinden als ze ook wat meer iets andere openingen zouden spelen, dat het voor de toeschouwers ook wat leuk wordt, maar ik vind het mooi. En ik vind ook een aantal mooie ontsnappingen, hè, zoals we dat gisteren ook hebben gezien in een aantal partijen. Ja. Dolle torens, dolle dames, ik vind het niveau erg goed, erg hoog. Ja. Oké. Heb je nog dingen waarvan je zegt van nou, dat zou nog beter kunnen? Ja, zeker. Er zijn altijd een aantal punten. We merken hier bijvoorbeeld dat het commentaar wordt nog niet heel druk bezocht. Dat vind ik jammer. Dat is met name eigenlijk voor mij het belangrijkste punt. En natuurlijk, weet je, je wil altijd meer ruimte. We zouden eigenlijk het liefst ook van de dubbele rondes natuurlijk af willen. Maar dat is natuurlijk gewoon in deze ruimte niet te doen. Nee. Maar over het algemeen, ik ben erg positief, erg blij. Okay. Hartelijk dank. En je wilt het volgend jaar nog een keer doen? Ik hoop het, als het mag van jou, Harry. Ja. Ik heb niet de uiterste C in dat soort dingen. Nou, ik moet zeggen dat ik vind het ook uitstekend gaan. Gelukkig, als ik nu naar buiten kijk, hebben we eindelijk mooi weer en kunnen we op het terras zitten. Precies. Ik zou zeggen, Pieter, nog veel succes met de rest van het toernooi. Ja, dankjewel, Harry.